You're my heart, you're my soul. Goedendag mensen, we zijn hier in de heerlijkste wijk van Eindhoven, vlakbij de Gerardeskerk. En ik heb hier een grote positieve boodschappentas bij me en een bos bloemen voor Mariek in de Gizantenstraat. Kom mee. You're my heart, you're my soul. Mariek, waar ben jij, Mariek? Moeten jullie daar zijn op nummer 29? Dat moeten we precies. Echt waar? Top, joh. Nou, laat maar eens zien. Hallo. Hi. Wij zijn op zoek naar nummer 29. Dat is hier zo. Is dat hier zo? Ja. Oh, dan gaan we even aanbellen. Oh, dat is goed. Gaan we dan even de deur dicht? Ja, doe maar even de deur dicht. Dan bellen we even aan. Oh, leuk, spannend, hè? Zij wil dat fotograferen natuurlijk, hè? Juist. Ja, goed zo. Goed foto's maken, dan ga ik nou aanbellen. Oké. Hallo. Ja. Wie is dat? Wie is dat? Annemarie. En wie is dat? Marie. Mariek, ja, moet ik hebben. Hallo, Annemarie. Dat is mooi. Kijk eens, Mariek, een positieve boodschappentas voor jou. Oh. Helemaal vol met allerlei lekkere spullen. Dat is leuk. En een grote bos bloemen. Jeetje. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u. Heb jij enig idee waarom je dit krijgt? Omdat ik dol ben op bloemen? Dat weet ik niet. Ik zal je voorlezen, we hebben een brief gekregen. Ach jeetje. Graag wil ik Mariek Koopmans op de Gizantenstraat opgeven. Ze is straatcoördinator en staat voor iedereen klaar. Oogdruppelen, boodschappen doen, extra maaltijd uitdelen, zorg voor een zieke buurvrouw. Dat bent u dat natuurlijk. Dat is mijn boodschappen, dame. Oh ja? Ja? En al een jaar lang boodschappen voor de moeder doen. Ja. Wij noemen haar de engel van de Gizantenstraat. Nou, jeetje. Maar al deze dingen, Mariek. Ja. Waarom doe je dat allemaal? Ik doe eigenlijk 3 dagdelen per week vrijwilligerswerk op Wissehagen. Maar door corona kan dat even niet. Ja. En er zijn gewoon genoeg mensen in deze tijd die wel heel graag een kopje koffie willen drinken en zo. En wat voor mensen dan? De buurvrouw. 2 deuren verderop woont juf Nel. Ja. En die is dol op pannenkoeken. Dus daar bakken we dan pannenkoeken voor. Voor Ineke doen we iedere week de weekboodschappen. Ja. Ina die komt iedere dag een kopje koffie drinken. En ja, ik denk dat het belangrijk is. Ik vind het leuk. En dat gebeurt hier allemaal in deze straat? Ja, het is een erg fijn straatje. Ja. Kan je een beetje laten zien hoe dat dan hier eraan toe gaat? Waar die mensen wonen, zodat we een beetje kunnen meekijken. Wil je dat? Trek een jas aan. Vertel eens even wie zij is. Buurvrouw Ina is mijn overbuurvrouw. Waar moet ze heen? Ze komt zo aan de overkant. Dan gaan we even daar. Oh, daar is de juf al. Oh, dat is de juf, ja. Nou, dan lopen we eerst even naar de juf. Het komt eigenlijk door de juf in het voorjaar dat we hier klein parimaribo maakten. Ja. En dan zetten we hier op de stoep alle stoelen op 1,5 meter afstand. En dan zorgde ik voor de koffie en iemand anders voor iets lekkers. En dan gingen we op dinsdagmiddag klein parimaribo naspelen hier. Ja. Dus, en als je alleen bent... Ja. Dan is het natuurlijk zalig om dan zulke buren te hebben. Want ik heb ook nog daar een leuke buurman. Hoe heet die? Dat is Wim. Dat is Wim. Wim! Ik moet zeggen, toen ik zonder auto zat, heb ik heel vaak jullie auto mogen lenen. Ik denk wel... Zelfsprekend, hè? Jawel, maar dat is toch leuk. En we hebben Ina. Maar zo gaan buren met elkaar om, daar is het... Ja. En dat is? Ina. Ina, ook in de buurt. Ik ga heel vaak bij haar koffie drinken. Ja? En dat is ook heel gezellig. Leuk, hè? Jullie hebben dus een heerlijke, positieve boodschappentas. Die staat al bij jullie binnen. Dank heb je ze zelf neergezet. Dus geniet daarvan. Dank je wel. En geniet van de bloemen. En jullie hebben het echt verdiend, omdat het geweldig is dat er mensen zijn die elkaar zo ongelooflijk positief helpen. Dank aan jou, hè. Je doet hartstikke goed, meis. Ja. Nou, mensen... Ken jij nou iemand die ook zoiets doet, ergens in een wijk hier in Eindhoven, die wel een positieve boodschappentas heeft verdiend? Meld ze aan op aandachtvoorelkaar@eindhoven.nl en dan zullen we zien of we dan ook langs kunnen komen.